Vitesse speelde vanavond tegen AZ een hele slechte wedstrijd. Het was een zeer slechte eerste helft. In de tweede helft herstelde Vitesse zich. We spraken na afloop met Vitesse-speler Thomas Buiting en trainer Leonid Slutsky. Thomas, 2-2. Een wedstrijd met twee gezichten. Zeker, ja. De eerste helft was heel laag niveau. We hebben ook het horen gekregen in de rust van de trainer en we moesten veel beter. En we waren alweer snel op het veld. Zei hij eigenlijk in de rust? Hij zou wel boos geweest zijn. Hè? Ja, het tempo was gewoon veel te laag. En we weten dat we veel hoger tempo kunnen spelen. En ja, dat zie je dan de tweede helft wel weer terug. En we moeten gewoon wat constanter worden. En ook in de eerste helft. Zodat we gewoon de hele wedstrijd goed spelen. En ja, we waren ook alweer snel op het veld in de tweede helft. Dus we hadden er zin in. En, ja, we hebben het goed omgekeerd en ben ik ook heel trots op het team. De eerste helft was een beetje een ingedut Vitesse. Ja, het leek misschien ook wel een beetje vermoeid. Maar ja, we probeerden alles te doen. En zoals de tweede helft zie je eigenlijk dat het eigenlijk helemaal niet vermoeid was. Want ja, hoe we dat dan op gaan en op stieren, ja, daar moet je trots op zijn. Je kunt ook weer trots zijn op jouw goal. Zaterdag 3 goals tegen ADO. Nu de gelijkmaker. Ja, daar ben ik heel trots op. En dat dan het publiek ook zo reageert op mijn goal. Ja, hoe voelt dat? Ja, kippenvel nog steeds. Ja, dat is... Raakt je niet aan gewend? Nee, echt niet. Nee. Misschien volgend jaar, volgend seizoen, maar dit jaar nog zeker niet. Ik ga nog zeker genieten van al mijn goals en het is zeker nog niet gewend voor mij, nee. Had je deze basisplaats verwacht na ADO? Ja, ik had al gelezen dat de trainer had gezegd van ja, je kan er eigenlijk niet omheen als je 3 scoort. Dus ik had al in mijn gedachten van ik moet klaar zijn voor dinsdagavond vandaag. En ja, ik was een beetje nerveus nog wel, maar ja, dat hoort erbij. Gezonde spanning en ja, ik heb hard gewerkt voor mijn gevoel en ik was belangrijk, dus daar ben ik blij mee. Concurrentie hijgt in je nek, hè? Matas komt eraan, Davalou. Ja, zeker, maar ja, zoals ik al in andere interviews zeg, ik ben... Stond een hele andere pickorde, hè? Ja, klopt. Ik was op een gegeven moment 5e spits, ja, zo snel kan het gaan. Maar ja, zoals ik in andere interviews ook heb gezegd, we zijn een team en ik ben heel blij als Matas weer terug is, want vind ik ook weer mooi om hem te zien spelen, want daar kan je heel veel van leren. En ja, als ik trainer mij nodig heb, dan sta ik klaar en zo denk ik over. Hoe voelt deze 2-2? Er zat toch nog wel een 3-2 in, hè? Ja, klopt. Ja. Hij kon, vond ik, aan beide kanten vallen in de laatste. Een momentje nog? Ja, klopt. Ja. Ja, het is jammer dat er dan geen penalty wordt gegeven of een rode kaart. Maar ja, het is jammer. We moesten door en we hebben ook doorgegaan. En dat we het dan om hebben gekeerd, de 2-0 achterstand, daar kan je trots op zijn. Zondag wacht PSV. Ja, dan moeten jullie toch uit een ander vaartje tappen dan de eerste helft, hè? Ja, klopt. De trainer heeft net ook gezegd, als we de tweede helft doortrekken naar PSV, dan gaat PSV heel erg lastig maken. En dan, dat moet ook, hè? Want ja. Jullie moeten de play-offs halen. Ja, klopt. Nee, wij gaan niet de wedstrijd zondag in om een gelijk spel te halen. Maar wij willen echt winnen en dat gaan ze ook zien zondag. Yes, first half it was not the best performance for us, and in the break time we were speaking in the dressing room about this is not question about final result, this is question about proud, and proud for men sometimes more important than one result. And it was unbelievable changing, and in the second half we totally controlled the game, we scored twice, we created a lot of chances. It was very tricky situation with penalty, no penalty, red card, if not penalty or not red card. But if you ask me, I am satisfied or not with result, this is a very difficult question, because after first half I told you directly, of course, I dream about the second half was more better than the first. Yes, second half it was one of the best performances in this season. And yes, maybe we made a lot of very simple mistakes, but we have a character, we have a team spirit, and I hope in each next game we will show not only character and team spirit and very high level of our quality.